Na een zwaar bevochten overwinning tegen FC Twente speelt NEC vrijdagavond een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Om 8:00 begint in het Polmanstadion de wedstrijd tegen de nummer 11 van de Eredivisie. Hoe kijkt trainer Peter Hubala terug naar de wedstrijd tegen de Tukkers? Ja, de omschakelde offensief, we hebben gescoord nu. We hebben toch in de laatste wedstrijden even kans nog in de omschakel gehad, maar dan hebben we niet gescoord. Ja, we waren de ruimtes tussen elkaar was kleiner, was smaller. En natuurlijk toch de 1 tegen 1 duel hebben we toch met heel veel strijd en passie ook aangegaan. Heel agressief gespeeld, ook met de bal, ook tegen de bal. Ja, en een fantastische doelman ook in de doelgraad. Zo ja, hebben we toch tegen een heel, heel sterke Twente gewonnen. Het team leek tegen Twente te beschikken over de juiste spirit. Mentaliteit is altijd. Ja, we hebben dan een fase in een wedstrijd, daar verliezen we een beetje de mentaliteit toch tegen Ajax. Maar dat durven we niet. Als we nog één keer de mentaliteit verliezen, dan hebben we echt een probleem. Maar we hebben zo'n goede teamspirit in de ploeg. En die spelers werken echt zo fantastisch samen. Maar je moet natuurlijk ook een beetje, ja, je moet altijd respect voor de tegenstander hebben. En Ajax en ook Twente zijn echt twee goede ploegen. En morgen komt weer een hele goede ploeg. Hoe heeft de trainer de tegenstander van dit weekend geanalyseerd? Heracles heeft goede offensief spelers. Kan goed tussen de linies natuurlijk staan. Kunnen het geen kans, kunnen ze ook een doelpunt schieten. En we moeten weer onze kans natuurlijk in ons samenwerken met het hele team tegen de bal. En ik denk dat komen ook omschakelijke momenten. Heracles speelt op kunstgras. Is dat nog van invloed geweest op de voorbereiding? Ja, het was ja ook heel koud en de velden waren een beetje gevroren en een beetje niet zo goed te spelen. En de idee was ja toch, we spelen morgen ook op kunstgras en 3 dagen ons op voorbereiden op kunstgras. Dat was ook een idee. Vrijdagavond om 8:00 in het Polmanstadion, Heracles Almelo, NEC.